Mijn naam is Femke van Erbtamel Kip. Ik werk sinds 2010 in het Hagen ziekenhuis als orthopedisch chirurg. Ik heb twee aandachtsgebieden, de kinderorthopedie en de voet- en enkelchirurgie. Voor de kinderorthopedie heb ik 2 jaar een fellowship gedaan in Utrecht. Kinderorthopedie is een hartstikke leuk vak. Ik behandel kinderen van 0 tot 16. Te denken valt aan bijvoorbeeld baby's met klompvoet of heupdysplasie, maar ook grotere kinderen met een scoliose. En het mooie is als je kinderen op jonge leeftijd goed behandelt, je op latere leeftijd veel problemen kan voorkomen. Mijn andere vakgebied, de voet- en enkelchirurgie, is ook heel variërend. Ik zie bijvoorbeeld mensen met een scheve grote teen, dat heet een hallux valgus. Of mensen met platvoeten. Ook zie ik mensen met bijvoorbeeld slijtage van het enkelgewricht. De operaties van de voet en enkel zijn heel divers. En het gaat erom dat je het precies goed doet. Het is een heel secuur werkje. Want als het net niet helemaal goed gaat, dan hebben mensen daarvan elke dag last. Mijn streven is om patiënten goed uit te leggen wat ze mankeert. En om dan samen tot een behandelplan te komen. En als ze goed begrijpen wat ze hebben, krijgen ze zelf ook meer grip op hun eigen gezondheid.